Hallo mensen, ik heb net de iPhone 4S uit deze doos gehaald. Ja. Deze doos komt van Bijsterhuizen. En komt van GLS. En dit is de iPhone 4S. Ik heb alles eruit gehaald, al die dingen, wat simkaart en zo, micro simkaart. Dus we hebben nu alleen een doosje. Jullie zien hier een mooie design van de iPhone 4. Wat de iPhone 4 is natuurlijk ook gebruikt, alleen zit hier het streepje in plaats van daar, wat wel handig is blijkbaar. iPhone 4 staat hier ook duidelijk, een mooie S. De Apple logo, nog een keer opnieuw de iPhone 4 en de iCloud logo. Hier is nog wat informatie, zoals de iPhone 4 Black Edition 16 GB. Kijken of jullie dat kunnen lezen. Er staat nog een keer 60 GB en het hier Duits en Nederlands, wat opvallend is. Want normaal gesproken hoort er alleen Frans en Nederlands te zijn voor Nederlanders en Belgen. En blijkbaar levert Apple deze uit in Duitsland en Nederland. En niet in België. Of nou, misschien in Vlamingen. Oké, nu gaan we hem openmaken. En dit wordt een mooie unboxing. Oké, hier zien jullie de mooie iPhone 4S. Een mooie design, maar daar gaan we zo naar kijken. Laten we nu verder gaan met wat erg anders in de unboxing is. We zien hier dat malen, zodat de iPhone 4S vasthoudt. Jullie zien hier de boekjes, zeg maar. Eigenlijk design bij Apple in Californië, dat er goed in past. Je sluit hem zo open. Je ziet hier de... Sommige mensen die nog nooit een iPhone hebben gehad, zullen denken... Hé, wat is dat nou? En dit ding is bedoeld om zo uit te poppen, zodat je een micro simkaart in kan doen en weer terug in kan doen. Dat is ineens heel veel. En het staat meteen in het Duits, wat ik wel raar vind. Want ik had verwacht dat ze in Nederland ook in eerste instantie Nederlands en daarna Duits hadden gedaan. Oké. Hier zien jullie dus de vinger vlug aan de slag en de... iPhone 4S boekjes. En hier wordt eigenlijk de... bij de iPad stond er alleen Engels en Nederlands boekje. Dus dat vind ik eigenlijk opvallend. Er zijn hier de heilige mooie Apple stickers. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Het zijn de mooie Apple stickers die ze bijna altijd leveren. Alleen de MacBook Pro had ze niet. In ieder geval de... 13 inch. Tja, laten we nu overgaan naar het belangrijkste gedeelte. Laten we even eens kijken. Hier zien jullie zoals verwacht de dock connector. Ik vind het opvallend. Dit heb ik eigenlijk, dit is de eerste keer in mijn leven dat ik eigenlijk zo'n adapter zie. Normaal gesproken heb je zo'n mooie adapter en dit vind ik een klein beetje lelijk. Dat is het eerste product die ik lelijk vind. Ja. Maar dus dan kan je hier gewoon de USB-stick in doen. Zo in stopcontact plukken. Waarschijnlijk zal ik gewoon mijn iPad oplader gebruiken in plaats van deze. Omdat ik die veel mooier vind. En handiger vind. En nu gaan we over naar de headset. De mooie headset. Die ook geüpgrade is van de iPhone 3 generatie naar de 4 generatie. Dat faalde best wel. Kunnen mooie stickers zien. En... oh, glory. Nu heb je de volumeknoppen om harder en minder geluid te geven. Wat de oude niet had. Dat de meeste van jullie zullen dat wel weten. En hier heb je... ja, het zijn goede dingen. En handig om overweg te gaan. Van het is dat ze in andere landen hebben ze 3 vakjes... Hier hebben ze gewoon 1 vakje gemaakt voor deze 2 dingen. In plaats van een apart vakje te maken voor die adapters. Dus ja, dat is het lege doosje. Dit is de unboxing. Het lege doosje. Nu gaan we over naar het belangrijkste gedeelte. En nu... nog eentje.
prachtige iPhone 4 design. Het enige verschil tussen de iPhone 4 en de 4S is dit. En dit is een klein beetje opgeschoven. Verder is er geen verschil qua uiterlijk. Het is een mooie iPhone en staat hier gewoon iPhone in plaats van de iPhone 4S. Ik kan hier gewoon uitpoppen. Ik laat jullie even zien. Eens kijken. Opvallend is dat je hard moet drukken. Wat ik bij de iPhone 3 generatie niet hoef te doen. En dan kun je zo uitpoppen en er weer in doen. En dan, laten we hem nu eens opstarten. Ik weet niet of dat problemen gaat geven of niet. Aangezien Apple, Vodafone heeft gezegd dat er, we misschien de micro simkaart niet goed zou kunnen werken. Dus laten we de mooie Apple logo zien. Kijken of jullie het prachtige Apple logo kunnen zien. Mooi beeldscherm. En ik zou graag even mijn iPhone 3G pakken als ik die... Maar die pak ik dus zo. Dus nu moeten we even wachten totdat die opgestart is. En dat zal weliswaar niet lang duren, aangezien het bij de iPad 2 ook niet lang duurt. Alhoewel, ik denk dat de iPhone, dat is een mooie wam. Dus laten we nu overgaan naar het inloggen. Bam. Allemaal talen. Simlock actief. Dus even kijken wat er gebeurt als ik hem alleen 000 invul. Ik heb ergens gehoord dat... Nee. Pincode zou die dus bij mij niet werken. Dat ik jammer vind. Maar hier kun je dus al je talen kiezen. Van Duits, dus basistalen, Nederlands, Duits, Engels. Er komen allemaal talen langs. Die je eigenlijk meestal niet uit kan spreken. En soms wel. En hij gaat nu de taal instellen. En hopelijk zijn we zo terug. Maar wel raar dat ze Oostenrijk en Nederland aangeven. We gaan de volgende locatievoorziening aan. Natuurlijk. De netwerken. Ik ga even mijn wachtwoord... Nou, eigenlijk, jullie mogen mijn wachtwoord wel weten. Maakt mij het nou uit. En bam. En hij heeft hem opgepakt. Bam. En hij gaat, het kan tot 3 minuten duren. Oh, blijkbaar duurt het geen 3 minuten. Het kan van iCloud of iTunes, maar ik wil gewoon een splinternieuwe iPhone hebben aangezien. Eindelijk mijn upgrade is van de 3G naar deze. Ik ga even inloggen met mijn Apple ID. Waar ik denk dat het niet veel uit gaat maken. Even een sec. Toetsenbord voelt echt goed aan. Dat kan ik jullie al nu al mededelen. Akkoord gaan met de voorwaarden, natuurlijk. En het kan enkele minuten duren om uw Apple ID te configureren. Dus laten we kijken hoe lang dat gaat duren. Daarnet zei hij 3 minuten en het duurde een paar seconden. Gebruik iCloud, natuurlijk, want ik hou van iCloud. Ik vind het geweldig dat Apple dat geïmplementeerd, maar ik vind dat ze dat eigenlijk wel wat beter hadden kunnen doen. Hij heeft hem, zoek mijn iPhone, gebruik graag. Zo heb ik mijn iPad ook handig kunnen vinden wanneer ik hem eigenlijk niet kon vinden. Registreer hem natuurlijk bij Apple, waarom niet? En ik kan nu aan de slag met mijn iPhone 4S.